grote Jozef gaat over een jonge vrouw en een moeder die oorspronkelijk uit Frankrijk komt. En een oom die daar nog woont, die daar is gebleven terwijl zij en haar moeder naar Nederland zijn gekomen. En die jonge vrouw rijdt paard, is daar heel goed in en heeft een bepaalde telepathische gave. Moet je niet meteen denken dat het een heel zweverig boek is geworden, want dat is het dus zeker niet. Maar zij, haar werk is het zoeken naar verloren woorden. Verloren woorden uit de Nederlandse taal, oude woorden die in onbruik zijn geraakt, bijvoorbeeld. Om in haar levensonderhoud te voorzien, want dat verdient natuurlijk niet zo goed, wedt ze af en toe op paarden. En dat doet ze omdat ze dat kan zien. Ze kan voor de start zien aan een paard of het gaat winnen of niet. En dat is ook minder mysterieus dan je zou denken. Maar mensen die van paarden weten en die veel tussen paarden verkeren, die zien de conditie van een paard, de wil om te winnen, eigenlijk de luim van de dag, zal ik maar zeggen. Kun je zien aan hoe een paard zich gedraagt, aan de blik van de ogen. Dat je altijd kunt zien of een paard wint of niet, is natuurlijk onzin. Want anders dan zou er niemand meer verliezen. Maar dat heb ik aan dat personage meegegeven. En dat is dus een zijlijn in het boek. En haar liefde voor paarden en het bijzondere contact wat je met een paard kunt hebben. Op gevoelsbasis, zonder woorden. Ten opzichte van die woordenwereld waar zij in verkeert. Dat is wel een belangrijke lijn in het boek. Ik kom uit de journalistiek en wat mij daar altijd in heeft gepast is de les die wij leerlingjournalisten kregen bij de krant. Korter is altijd beter. En dat is bij een krant natuurlijk ook uit pragmatische overwegingen, maar het dwingt jezelf ook om na te denken over wat je zegt. In de fictie heb ik later mijzelf ook eigen gemaakt om met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk te kunnen zeggen. Dat is, die manier is zo gegroeid, die stijl is zo gegroeid. Maar ik ben ervan overtuigd dat die daar zijn oorsprong vindt. Ik hou dus van een sobere schrijfstijl waarin de soberheid meer klinkt dan wat er staat. Ik heb altijd gehoord dat ik niet wat je dan noemt vrouwenboeken schrijf of uitgesproken voor een vrouwelijk publiek. Maar tegelijkertijd weet ik dat heel veel vrouwen, in ieder geval die roman, heel erg hebben kunnen waarderen. Maar net zo goed mannelijke lezers. Dus ik vind het heel moeilijk om... Het zijn waarschijnlijk toch wel mensen die een grote affiniteit hebben met taal ook. En dat hoeft niet eens zo bewust te zijn hoor, maar... Ik denk dat als je mijn boeken leest, dat je dat in ieder geval zoekt of zou kunnen waarderen. En ik hou ervan een goed verhaal te vertellen. Ik vind een verhaal in een roman heel erg belangrijk.